Dit is Amanda Jane. Hoi. Tegenslagen zijn haar niet onbekend. Dat kan je wel zeggen. Ze had geen diploma's, raakte ongepland zwanger op haar 18e en kwam diep in de schulden terecht. Wacht even, want ik wil niet huilen. Maar Amanda weet als geen ander hoe ze obstakels omzet in succes. Ik ga altijd in gesprek. Dan wordt er ineens een naam verbonden aan een nummertje. Ja. Ontdek hoe het Amanda ondanks alles lukte om haar ambities te realiseren. Amanda, je hebt niet echt, op zijn zacht gezegd, een normale loopbaan gehad so far. Waar begint dat verhaal? Ik was 16 en ik had mijn diploma op de middelbare school gehaald. Ja. Ik heb nog wel een mbo-opleiding geprobeerd, maar dat ging gewoon niet helemaal. En, toen ik 18 was, toen raakte ik zwanger van mijn zoontje. En ja, ik krijg hier helemaal zin in wat van. Ja. Neem heel even een slokje water. Het was wel erg vroeg. Ja. Ja. Ja, ik ben eigenlijk toen kort daarna uit huis gegaan. Toen ben ik met de vader van mijn zoon gaan samenwonen. Dat liep uiteindelijk stuk. We waren gewoon te jong en het was gewoon te veel. Toen ik zelf 18 was, dacht ik echt, ja, jezus, wat weet ik nou van de wereld? Je weet natuurlijk eigenlijk helemaal niks. En dan ben je ineens zwanger. Schrok je daar niet? Ja, ik vond het wel heel, heel heftig. Ja. Toen Amanda's zoontje 2 werd, leerde ze haar grote liefde kennen, Etienne. Etienne en ik trokken al wel vriendschappelijk op. We dansen samen salsa en dat was echt ons dingetje. Ja. Vervolgens hebben we 1 nacht samen doorgebracht. En vervolgens waren we na 3 maanden dag in dag uit samen. En toen hadden we besloten om samen te gaan wonen. Het waren geen makkelijke tijden, maar Amanda en Etienne gingen als een team te werk. Het was best wel moeilijk om überhaupt aan het werk te komen in die periode, omdat ze heel veel diploma's vroegen. En ik had natuurlijk alleen ervaring in de sales. Ja. Dus je hebt wel je vaste lasten en je hebt een kind die ook moet eten. Dus je moet geld halen. In Nederland kan maar 56% van de huishoudens hun rekeningen probleemloos betalen. En ruim 37% van de huishoudens heeft moeite met rondkomen. Ik heb verschillende callcenters geprobeerd, tankstation, wc's schoongemaakt, broodjes gesmeerd, nachtdiensten gedraaid. Ik heb mijn kind heel veel niet gezien, zeg maar. Wanneer komt dan het omslagpunt? Ik ben gaan studeren. Okay. Ik heb eigenlijk eerst nog zwangerschap tussendoor gehad. Ja, dat komt er toch tussendoor. Ja, toen heb ik mijn eerste opleiding, mijn mbo, heb ik afgerond. Ik denk 2 weken nadat ik bevallen was, mijn laatste examen gedaan. Ja. Dus ik ging van het ziekenhuis, stak ik de weg over om daar mijn examen te doen. En vervolgens weer terug naar het ziekenhuis, want daar lag mijn zoontje nog. Sorry. Ja. En heb je het gehaald? Ja, zeker. Nou, knap. Ja. Wow. En vanaf toen is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Dankzij haar diploma kon Amanda een goede baan krijgen met vaste tijden en een beter salaris. Maar toen kwam de volgende uitdaging op haar pad. Door een systeemfout bij de Belastingdienst kwam de ene na de andere rekening op de mat, leidend tot een flinke schuld. Hoe hoog is zo'n schuld dan? In totaal denk ik zo'n 25.000, 30.000 euro geweest. Maar het begon elke keer met, je moet 4.000 euro, je moet 5... Ja, soms had je in 1 week dat je 4-5 brieven kreeg van 3.000, 4.000. Dus ja. Zo hè. Ja. En wat is je inkomen op dat moment dan? Ik zat op 1.200 euro netto. Waar begin je? Bellen. Bellen. Leg je situatie uit. Leg uit wat je wel kan. Ja. Ga altijd in gesprek. Want die mensen die zien dat je niet betaalt of moet betalen. Ja. Maar die weten niet welke persoon erachter zit. En op het moment dat jij belt en in gesprek gaat en je situatie uitlegt, willen ze er altijd wel aan meewerken om het op te lossen, zeg maar. Dan wordt er ineens een naam verbonden aan een nummertje. Want precies. Tot dan ben je natuurlijk alleen maar een nummertje. Ja. Als je stress hebt over geld, zit je slechter in je vel. En dan is het moeilijk om eruit te komen zonder hulp. Hoe los je zo'n hoge schuld af? Ja, blijven puzzelen. Ja. Schuiven, puzzelen. Is het echt schuiven met geld? Ja, letterlijk. Ja. Ja. Vind je het moeilijk om het erover te hebben? Nee, ik praat er niet vaak over. Maar ja, hoe we het er nu over hebben, merk ik wel dat het wel weer wat met me doet. Zeg ja? Maar. Ja. Ja, wacht even, want ik wil niet huilen. Ja, was pittig. Ja. Ja. Na een pittige tijd van 5 jaar lang elke cent omdraaien, wist Amanda het tijd te keren. Door haar eigen bedrijf op te starten in back-office diensten. Een gedurfde stap. Vorig jaar zijn we echt gegroeid. We zijn een BV geworden. Het is opgestart, dus nu zitten we met z'n 3. Wat goed. En kunnen we meerdere klanten helpen.
Dus dit is het? Dit is het. Hier place zitten to be. Ja. Maar waar ben je dan het meest trots op als we weer in je kantoor zitten? Ik denk met name het schuldvrije zijn. Dus geen stress meer op die manier. Mijn droomruiloft. Ja, en dit. Ik denk oprecht dat iedereen alles kan bereiken als je er maar voor werkt. Ja.